Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Uit in de Kappen. In deze aflevering speciaal aandacht weer voor de Week van de Amateurkunst, die gehouden wordt van zaterdag 28 mei tot en met zondag 5 juni aanstaande. Mijn naam is René van der Kuil en ik ga in gesprek met Ben Lensink en Henk Jalving van de fotogroep Haaksbergen en Ruud Broersma van de Lionsclub Haaksbergen. Op zondag 5 juni organiseert de Lionsclub Haaksbergen voor de derde keer de Tuintheatertour. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat u zich daarbij voor kan stellen is dat wij in principe op 3 locaties muziek presenteren. Kleinschalig, een beetje kamermuziekachtig voor niet al te veel mensen. Groepjes, een groep van 30 tot maximaal 40 mensen, dat zou heel leuk zijn, waar jonge artiesten hun kunsten tentoon kunnen spreiden. Het kan namelijk muziek zijn, maar het kan net zo goed een stukje klein theater zijn van eigenlijk wat hun specialiteit op dat moment is. Het begint om 1 uur. Er zijn 3 locaties die zijn uitgekocht. Als ik even op mijn speakbriefje mag kijken. De eerste, dat is de Pingel. Dan hebben we op de Hondelink. En op de Weersinkweg, en u merkt het al, daar is een mooie fietsroute tussen te maken. En we sluiten dan af, en dat is de 4e locatie, op de Laakbosweg. En dat is niet toevallig de locatie waar we nu staan? Nee, dat is niet toevallig de locatie waar we nu staan. Dat is deze prachtige locatie van de familie Vedders, de boerderij hier. En het is de bedoeling dat als het weer toelaat, en dat hopen we allemaal, dat we ongeveer op deze locatie hier de muziek buiten kunnen horen. En dat de band daar zal optreden. Mocht het zo zijn dat dat toch niet verantwoord is, dan hebben we hier gelukkig een mooie mogelijkheid om dat in een kapschuur te doen. Waar zowel de band als de mensen overdekt binnen kunnen. Staan. Nou, we kunnen een gevarieerd programma bieden. Dat loopt van musical, klassiek, rock, pop. Dat vindt op de verschillende locaties plaats. Het allerleuke is dat wij een toch wel bekende Matanja in ons dorp hebben wonen. Die het hele gebeuren ook met name voor de jongeren wat coördineert. En dat gaat met name voor de leerlingen van het Assink. Die hun talententoernooi gewonnen hebben op school. Die treden ook op een van de locaties. Een oceaan om in te schuilen. Nooit alleen meer hoe we zijn. Ik heb gesmeekt niet meer te huilen. Als je leeft. Het leven ja, geen angst meer aan. Zijn de optredens gratis te bezoeken? Niet helemaal, bijna. Een kaart, entreekaart kost 5 euro. Daarvoor is het de totale tour te bezoeken. Daarvoor krijg je op de 3 variabele locaties ook gratis een drankje of 2. Op de eindlocatie hier, dat is ook gratis, dan zit in die 5 euro. De versnaperingen die daar gebruikt worden, een drankje en een hapje, daar moet een kleine kostprijs voor betaald worden. Want daar gaat het natuurlijk bij een Lions Club om. Wij proberen er iets aan over te houden. En het geld wat wij daaraan overhouden, dat besteden wij aan goede doelen. Dat moet ik meteen bij zeggen dat alle deelnemers, die doen gratis mee. Want die vinden dat een goed initiatief. En daarom verlenen ze daar hun medewerking aan. De kaarten zijn dit jaar te verkrijgen alleen bij de VVV in Haaksbergen. Op de bekende openingsuren. Oké, dank u wel. Zaterdag 28 mei is hier bij de muziekkoepel in Sparkzolderhagen de opening van de WAK. En deze valt samen met de start van de fotobiennale van de fotogroep Haaksbergen. Kun je vertellen wat de fotobiennale precies inhoudt? Jazeker, de fotobiennale Haaksbergen is een tweejaarlijks festival. Althans, het is geworden en het gaat het worden. Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de fotogroep Haaksbergen zijn wij daar in 2014 mee begonnen. En dit jaar aanstaande zaterdag 28 mei is het startsein voor de tweede fotobiennale. Wij laten in totaal ruim 100 foto's zien in het gebied Scholtenhagen, Oostendorpen Watermolen, Waterschap of Waterpark Lankeet. En die tonen wij op verschillende manieren. De foto's zijn aangeleverd door leden van onze fotogroep. De route is een kleine 6 kilometer. Wij hebben gezorgd voor een routekaart die beschikbaar is en onder andere bij de VVV en de campings zal liggen en verkrijgbaar is. Maar hij loopt globaal door het park Scholtenhagen richting de camping Scholtenhagen, richting waterpark, watermolen en dan weer terug naar het startpunt bij het Glazen Bos.
Alle leden van de fotogroep hebben foto's ingestuurd. In totaal zijn er dat denk ik wel zo'n 400 geweest. De commissie die de fotobiennale heeft voorbereid, heeft uiteindelijk ook de selectie gemaakt van die foto's. En zoals Ben al eerder zei, zijn het ruim 100 foto's. Daarvan zitten er ongeveer 24 in een portretgalerij. Een dikke 20 in de mentoraatsgalerij. En de rest is verdeeld over doeken, deuren, motorkappen. En die zijn her en der verspreid over het gebied. Nou, in principe zijn we met deze organisatie al bezig vanaf 2014. Want toen hebben we al tegen elkaar gezegd, het zou hartstikke mooi zijn als we voor Haaksbergen een fotobiennale kunnen organiseren. Dat betekent dus inderdaad om de 2 jaar. Maar de daadwerkelijke organisatie hebben we op poten gezet ongeveer 3/4 jaar geleden. Toen zijn we met de eerste vergaderingen begonnen en dat is het voortreden geweest. Er zijn 5 mensen binnen de fotogroep die zich daarmee bezighouden. Plus 1 uitvoerend producent zou je kunnen zeggen, dat is Ton Lendering. Die is geen lid van de fotogroep, zijn vrouw wel. Maar hij is met name de technische component van onze commissie en zorgt voor heel veel technische input. Dat is inderdaad een hele kostbare zaak. Ik zal geen bedragen noemen, maar dat betekent wel dat wij op zoek zijn gegaan naar sponsoren. Sponsoren die ons financieel willen ondersteunen en ook hebben ondersteund. Die sponsoren worden allemaal genoemd op het infopaneel dat bij de start staat. En daarnaast hebben wij de andere ondersteuning van een aantal Haaksbergse bedrijven, zoals bijvoorbeeld Reinhard Deuren, die ons gratis een 15-tal deurpanelen beschikbaar heeft gesteld. IJsink bijvoorbeeld, die ons de motorkappen weer levert. En uiteraard zijn er nog een aantal andere bedrijven ook die daar aan meewerken. Maar het is heel moeilijk in te schatten hoeveel bezoekers er in 2014 zijn geweest, omdat we nergens een telmechanisme hebben staan. Dat is een beetje lastig, dat moet een schatting zijn. Maar regelmatig lopen we zelf de route, fietsen we zelf de route en komen we heel veel mensen tegen op die route die bezig zijn. Of afzonderlijk, of met familie, of met andere groepen om de route te fietsen of te lopen, te wandelen. Dus we denken dat heel veel mensen dat zullen zijn. En zowel regionaal als landelijk besteden we daar aandacht aan. Zo heeft er enige weken geleden een aankondiging gestaan in het blad In Beeld. En In Beeld is het kwartaalblad van de Fotobond Nederland. Dus dat is een landelijk blad. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om bij die opening aanwezig te zijn. Zaterdagmiddag 28 mei om 1 uur beginnen we met een heel aardig voorprogramma. Dat wordt verzorgd en ingevuld door een aantal verenigingen, dans- en zangverenigingen, die deelnemen aan de WAC. Wij zelf zijn ook deelnemer aan de WAC als fotogroep Haaksbergen. Dat is tussen 1 en 2 uur dat randprogramma en dan beginnen we om 2 uur met de opening. En het is de bedoeling dat iedereen die dat maar wil, na die tijd, in groepjes of alleen, maar het zal wel een grote polonaise weer gaan, net als 2 jaar geleden, dat we als zeg maar de première en de opening, dat we ook de route gaan fietsen of degene die dat wil wandelen. Oké, waarom is er gekozen voor die samenwerking met de WAC? Volgens mij kwamen we elkaar redelijk toevallig tegen en zaten wij met de planning van onze evenementen. De WAC, dat ligt vast, hè. Dat is een landelijk evenement dat wordt het start zijn gegeven op 28 mei. Nou, wij wilden ook in die buurt onze biennale openen, dan is 1-1 gauw 3. En trekken we samen op met een heel mooi programma en wij verzorgen dan zeg maar de openingsact van de Week van Amateurkunst als deelnemer. De expositie De Fotobiennale Haaksbergen 2016 loopt tot en met eind oktober. Dus we pikken de herfstvakantie ook nog mee. Dus in principe een klein half jaar van juni tot en met oktober. Wat gebeurt er na de expositie met de doeken, de motorkappen? Die gaan we eerst eens even rustig opslaan. Daar hebben we gelukkig een vast adresje voor waar we alle spullen even kwijt kunnen. Dan gaan we ons beraden wat we ermee gaan doen. Daarnaast hebben we op diverse uitingen, folders en posters en flyers de mededeling gedaan. Degenen die geïnteresseerd zijn, die kunnen contact met ons opnemen via de e-mail. En dan gaan we met hen in gesprek hoe we tot elkaar kunnen komen. Er zijn mensen die best geïnteresseerd zijn in bepaalde foto's en die graag een doek willen of een motorkap of een deur. Dat kan in principe en daar komen we samen wel uit, denk ik. Dankjewel.